Welkom allemaal bij deze algemene reading. Vandaag wat uitspraken via de Lover Oracle. Dus wat wil hij of zij tegen je zeggen? Het heet Lover Oracle, maar dat hoeft dus niet alleen maar om geliefde te gaan. Het kan ook om een goede vriendschap gaan. Het kan gaan om iemand die met jou samenwerkt. Of een goede vriendschap waarvan jij niet weet dat die persoon wat meer voor je voelt. Deze wilde eruit komen. Ik wil anders zijn. Dus het kan zijn dat iemand wel degelijk bewust is van zijn of haar gedrag. En dat ze dat anders willen gaan aanpakken. Of dat ze anders naar jou willen zijn. Wat mogen hier nog meer over weten? Ik wil anders zijn. Oké, ik moet hier nog eentje uittrekken. Onze connectie is zeer intens. Oké. Nou mag ik wel. Ik wil anders zijn. Waarom wil deze persoon anders zijn? Misschien wil jij anders zijn naar de ander. Maar ik heb het gevoel dat de ander anders wil zijn. Zo. Kan een tweeling zijn? Ja, hoor ik. Iemand wil anders zijn. Iemand is een tweeling. Iemand voelt die dualiteit. Iemand voelt de intensiteit van de connectie. Ja, met de toren. Wat mogen we hierover weten, spirits en guides? Een bericht of iemand is nieuwsgierig. Iemand is zeer nieuwsgierig. Iemand is nieuwsgierig naar jouw passie. Iemand is nieuwsgierig en is gepassioneerd. Is onder de indruk. Bewondert jouw werk. Oké. En ik denk dat je dat intuïtief wel weet. Oké. Het is intens, onze connectie. Daardoor is het ook stilgezet. Daardoor is er nu geen progressie. Maar iemand wil weer hierin investeren. Maar ik kan je niks beloven. Dus iemand wil daar vrij in. Iemand wil een kans, maar wil jou niks beloven. Kan jij van deze persoon aan? Ja, ik schud ze allemaal voordat ik ook begin, hè, want ik krijg ook precies de decks door van mijn gidsenteam. Dus ik weet dat ik deze nu niet geschud heb, maar deze persoon wil. Deze persoon zegt van ik kan niks garanderen, maar ik ben door een transformatie heen gegaan. En ik zie de dingen nu anders. En ik voel me alleen. Wat nog meer? Nu dat wij geen contact meer hebben. En ik begrijp het niet. Ik begrijp niet waarom dat we geen contact hebben. Of ik begrijp niet waarom het gestopt is tussen ons. Ik begrijp niet waarom er stilte is, waarom jij aan jezelf denkt, waarom jij aan jezelf werkt, waarom jij veranderd bent. Waarom jij zo onafhankelijk bent. Waarom jij je afsluit van mij. Ik krijg heel veel doorgechanneld. Waarom sluit je je voor me af? Into the unknown. Ik probeer mijn angsten onder ogen te komen. Ik probeer hier aan te werken. Weet dat ik pijn ben gedaan in het verleden. En dat ik daarom zo ben zoals ik ben. Dit is de waarheid. Geef mij nog een kans, hoor ik. Ik weet niet meer wie ik ben. Ik denk dat we hier te maken hebben met iemand die door een dark night of the soul gaat, eerlijk gezegd.
Wat mag ik weten voor het collectief, zodat ze weten wie dit is voor hen? Wie is dit? Deze gevoelens die ik heb, daar verlies ik mezelf in. Gevoelens voor, gevoelens waarover? Over de liefde die zij voelen. Waarom heb jij dat gevoel daarover? Wij zijn een zielsverwantschap. Wij moeten samenwerken. Ik snap niet wat je in me ziet. Dat is iemand die een zeer laag zelfbeeld heeft. Het is een koning van munten. Dus het is een stier. Ja, een stier, een steenwolk of een maagd. Wat mag ik over deze persoon weten? Ik weet dat ik spelletjes heb gespeeld. Ik voel nu onmacht. Gaat onze situatie nog veranderen, ja of nee? Ik wil de situatie helen. Wat is de waarheid? Dus misschien dat ze jou de waarheid willen vertellen. Of dat je zelf nog de waarheid wil weten, omdat je geen antwoord hebt gehad. Ze hebben ook geen kans gehad om jouw antwoord te geven, hoor ik. Ik moet dingen zelf zien uit te vogelen. En ik weet ook niet, ik weet ook eigenlijk niet zo goed wie ik zelf ben. Deze persoon zit in de energie van arme ik. Heeft veel verdriet. Diepe emoties. Deze persoon wil dat je jezelf weer laat zien. Dat deze persoon weer toegang tot je krijgt. Dus ik weet niet of je die persoon hebt geblokkeerd, ja of nee. Het kan een weegschaal zijn. Iemand wil de boel in balans brengen. Maar dan moet je eerst zelf in balans zijn. Deze persoon komt voor mij over als iemand die uit balans is. Door bepaalde emoties waar ze geen raad mee weten. Ik krijg ook hierbij gerechtigheid. Waarom gerechtigheid? Ik heb stomme dingen gedaan. Ik heb iets aangeboden aan een ander. Ik heb niet voor jou gekozen. Het is me allemaal te veel. Zie je, die persoon zit te veel in zijn of haar emoties. Er komt een bepaalde mogelijkheid aan. Omarm die. Passie is me te veel die ik voor je voel. Drama. En daar wilde jij van wegblijven, lieve kijker. Daarom ben jij nu gericht op je werk. Jij vond dit een toxische energie. Wat mogen wij nog weten over deze situatie? Moet de kijker contact opnemen of niet? Want ik heb nu puur gechanneld wat jouw energie is en voornamelijk de energie van de ander. Moet de kijker terug contact opnemen? Moet de kijker deze persoon deblokkeren of het nummer deblokkeren? Op dit moment maak jij vooruitgang. Het is jouw tijd. Wat nog meer?
een nieuw begin. Er gaat binnenkort iets voor jou gebeuren. Er staat iets te gebeuren. Oké. Okay. Wat staat er te gebeuren? Een koning van zwaarden. Gaat een aanbod doen. Waar je heel blij mee bent. Bied geen weerstand. Bied weerstand? Nee, bied geen weerstand. Oké, okay. Bied geen weerstand. Wat mogen wij weten over deze koning van zwaarden? Ik hoor deblokkeer mij. Ik ben bang om afgewezen te worden. Het is donker zonder jou. Je bent te lief. Ik ben jou niet waard. Kan je me ooit vergeven voor het zootje wat ik gemaakt heb? Wie is deze koning van zwaarden? Wat mogen wij daar meer over weten? Iemand die in zijn of haar emoties zit. Iemand die ergens spijt van heeft. Iemand die niet open stond voor de connectie. Wil zijn of haar excuses aanbieden. Maar zit te veel in zijn of haar hoofd. Ik krijg de tea leaves door, dus die pak ik er even bij. Het kan zijn dat deze persoon problemen heeft veroorzaakt tussen jou en je familie of tussen jou en je vrienden. Wat nog meer? Die persoon schaamt zich daarvoor. Die persoon is een rat geweest. Deze persoon heeft achter je rug heel veel geflikt. Deze luchtteken, deze tweeling. Weegschaal. Waterman. En dat is een obstakel wat deze persoon dient te veranderen. Wil deze hereniging plaatsvinden? Wat nog meer? Als je deze situatie in balans wil laten komen, dit is de springhaan, dan moet je voorzichtig handelen. Een periode van frustratie is er aangebroken voor deze persoon, want deze persoon moest het een en ander leren. Deze persoon heeft slecht advies gekregen. Deze persoon, als die het goed wil maken, heeft dan heel veel werk aan de winkel. Deze persoon wil victorie. Pak nog even het andere gedeelte van het dek. Deze persoon is dat deze persoon, die luchtteken? Deze persoon gaat je nog voor vele uitdagingen, hoe zeg je dat, stellen. Je wens is uitgekomen. Je hebt te maken met een koppig, agressief persoon. Je moet tegen kritiek kunnen. Ik denk dat je met een koppig persoon te maken hebt die zeer agressief is. Deze persoon kan heel slecht tegen kritiek, ook al is het positief. Wat mogen we weten over die wensvervulling spirit, die wensvervulling? Jouw wensvervullingen komen uit. Jij komt in balans. En die ander die ziet dat, die agressieve persoon. En die wil uithalen. Die wil jou, die is heel gierig. Die wilde niet investeren in je. En het is een last nu dat
jij vooruit komt. Die persoon die is gefrustreerd, zit in het hoofd. En jij krijgt victorie. Jij krijgt inzichten door je harde werk. En jij gaat naar rustig vaarwater. Deze persoon heeft achter je rug gepraat, is een rat geweest, heeft mensen tegen je op willen zetten om jou uit balans te halen. Hebben jou de bitch gemaakt binnen familiekringen. Dus iemand die zeer, ja, hoe zeg je, sneaky was. En deze persoon die zit dus nu met de gebakken peren. Krijgt karma. Eén advieskaart voor degene die dus karma krijgt op dit moment. Voor deze sneaky persoon. Mag ik daar een advieskaart op? Als die persoon kijkt. Gebruik voortaan je wijsheid. En gebruik niet je krachten om anderen te misbruiken of voor je eigen gewin. Onderaan het dek heb ik van dat je nu in een kolk van emoties zit. Negativiteit, angst, verdriet. En dat zal de komende tijd voort blijven gaan. Wat mogen wij weten voor degene die dus benadeeld is door deze persoon? Die dus als de bitch bekend staat. Omdat deze persoon achter je rug mensen en familie tegen jou heeft opgezet. Je hebt veel innerlijke kracht. Jouw zelfverzekerdheid kan niet doorbroken worden. En je hebt maling, je hebt lak aan deze persoon. Jij neemt goed, jij zorgt goed voor jezelf. Dus ik denk dat jij helemaal nergens last van hebt. Is er nog iets terstond wat we moeten weten over deze situatie? Ik hoor forget about it. Deze persoon kan jou niet gelukkig maken. Dus laat deze persoon los. Laat die ook energetisch los. En onderaan het dek heb ik, I don't want to be how I used to be. You deserve better. Dus nogmaals een kaart van, jij verdient beter. Ik kan je niet gelukkig maken. Dus laat deze persoon gaan. Ik hoor nog iets. Wat mag ik weten, spirits and guides? Even channelen. Voor sommigen moet je toch weer voor sommigen moet je deze persoon nog een laatste keer toegang tot je geven. Zodat ze hun verontschuldigingen kunnen aanbieden. Maar voor de meeste hoor ik van dat dat te veel sores met zich meeneemt. Dat er te veel verstoring zou plaatsvinden op jou, binnen jouw energieveld. Dat je dat beter niet kunt doen. Dus wens deze persoon alle geluk toe. Bedank ze voor de ervaring. Ook al is dat een negatieve ervaring die je hebt. Ook hier leer je van. En laat deze persoon los door deze persoon te vergeven. Niet vergeten wat ze hebben gedaan, maar wel vergeven zodat jij verder kunt gaan. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Veel sterkte ermee. Namaste.